kijk hier maar allemaal hoe belangrijk Willem II voor Tilburg is. Ik denk Tilburg is 0-2 en Willem II is Tilburg. Het is gebleken dat er toch financieel beleid is gevoerd dat dus niet efficiënt is geweest, niet goed is geweest en dergelijke. En vandaaruit is het ja, helaas de teleurgang, financiële teleurgang, ja, helaas ook sportief, van Willem II. En dat is jammer gewoon. Het is ook niet verantwoord. 2 jaar geleden hadden ze 4 miljoen plus. Nu zijn we 2 jaar verder, staan ze 5 miljoen in de min. Het beleid is zo slecht geweest dat er eigenlijk geen sponsors meer op afkomen, denk ik. Er is al genoeg geld in geïnvesteerd. Ik denk niet dat het nou met meer geld dat het probleem oplost. Al de oude bestuursleden die zijn al vertrokken. En er zal straks een fris nieuw bestuur moeten komen. Met wat meer zakelijk inzicht als het afgelopen bestuur. Het beste zou zijn dat ze zouden sturen op een eigen opleiding en een totaal ander systeem invoeren waarbij ze jonge spelers, talenten verplichten tot een 25e te blijven, tot een 24e door te groeien en te ontplooien en dan 3-4 jaar mee te helpen met de nieuwe generatie op te voeden. En als je dat systeem in Nederland kunt krijgen, dan zal Willem II overleven, maar zullen ook de andere ploegen overleven, want het is niet alleen Willem II die een probleem heeft. Het bedrijfsleven profiteert net zo goed van een club als Tilburg, die we hier in Tilburg moeten hebben, van de economie. Alles hangt aan elkaar in zekere zin. Dus de oplossing is A, gemeente, bedrijfsleven en als kan dan een klein beetje nog van elke burger. Kijk, de gemeente investeert ook in de Schouwburg, het Medietheater. En daar komen gezamenlijk minder mensen als bij Willem II op jaarbasis. Dus ik vind dat Willem II ook recht heeft op een bijdrage. Tilburg verdient zonder meer als 6e stad van Nederland een Eredivisieclub. En zeker nogmaals met het stadion waar we hier hebben staan. Mooi stadion, ook economisch zeer belangrijk. Nou, ze hebben er hard voor geknokt, alleen het eerste elftal is nou helemaal weg. Dus mochten ze erin slagen om de kosten die ze nou tekort komen gelijk te trekken, dan hebben ze nog een groot probleem, want dan moet ik kijken wat er volgend jaar gebeurt. Nee, laat ze nou eens een keer opstaan weer. Proberen met een jong elftal naar boven te komen, eigen kweek en dergelijke. Maar of dat kan, zet ik mijn vraagtekens bij. Nou, Willem II moet wel blijven bestaan. Ik vind dat voetballen in zo'n grote stad als Tilburg overeind moet blijven.